Goedemiddag, 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 goedemiddag vanuit Sweetie, Suriname. Een beetje regenachtig nu. I have something, please come, come, come and join. Come and join, come and join, come and join. Komt u erbij? Er komt niemand erbij. Goedemiddag, is het inmiddels? Goedemiddag, goedemiddag vanuit Sweetie, regenachtig Suriname. Woensdag 20 december 2023. Het is zover, het is zover. Oké, goedemiddag mensen. Ik heb wat leuk nieuwtje en ik heb een vraag. Ik ben gisteren gebeld door Jean-Luc. Jean-Luc is van Surifesta. En die zegt: Gloria, ik heb vijf influencers gevraagd om op 31 december, dat is een zondag overigens, onderdeel te willen zijn van de Pagara festijn, zal ik het dan maar noemen. En ik was een van de uitverkorenen. Dan zie ik mezelf niet als een influencer, maar goed, anyways. In ieder geval, de bedoeling is. Sommige winkeliers, bedrijven gaan op 30 december alvast Pagara afschieten, omdat ze gesloten zijn op die zondag. Dus waren er een paar plekken over. Dan hebben ze gezegd van Surifest dat je het toch gaat doen. We gaan wat influencers vragen of zij ook een Pagara willen afschieten. En dan moeten zij zelf voor betalen. Dus ze moeten hun volgers of hun mensen vragen. Willen jullie een bijdrage leveren, dan kan bijvoorbeeld Travas D meedoen, een onderdeel zijn van die Pagara. Dankjewel, Anne. Oké. Dan kun je dus een onderdeel zijn van het Pagara Festival. Hey, hoe zeg ik het? Van het Pagara gedoe. Mensen van Pagara Fest. In elk geval, het Pagara, hoe heet het? Ja, Pagara. Gewoon Pagara. Oké. In de binnenstad, je weet het. 31 december is een zondag. Een 50 meter lange pagara kost 15.000 SRD. Nou hoeven we geen 50 meter te doen, we kunnen gewoon 10 meter doen. Maar ik heb dus geld nodig om te geven aan mijn dresscode, gaat erover. Die gaan dus de pagara's kopen. We hebben de tijd tot en met 27 december. Dan kan Travas D ook deel uitmaken van de pagara. Toesta, Tori. In de binnenstad. Wat vinden jullie dat? Wat daar vinden jullie daarvan? Let me know wat jullie van het idee vinden. Pagara Estafette, dankjewel. Ja, dat is ook geweldig lief. Van die persoon Aquarius panelen. Dankjewel. Pagara Estafette. U zag dat ik aan het vechten was. Nanganing. Thank you, thank you, thank you. Pagara Estafette. Dus nogmaals dit verzoek. Ik ben gevraagd door Jean-Luc van Surifesta. Ik ben gebeld en gezegd: Gloria, zou jij onderdeel willen uitmaken van het Pagara, van de Pagara Estafette op 31 december? Nou, leek me leuk. Zegt hij, dus moeten mensen doneren. Dan koop je voor 10 meter, 5 meter Pagara. En dan gaan we dus namens Travas D afschieten. Dan doen we bijvoorbeeld een leuke slogan of whatever. Dus. Let me know wat jullie van dit idee vinden. Moeten we meedoen? Of zeg je nee, dat gaan we echt niet doen. Sin money, focus op een pagara. Let me know. Nee, je hoeft er niet bij te zijn. Dus je kan alleen maar een bijdrage leveren in geld. Ja, ik snap wat je bedoelt, Cindy. Doodsangst. Daarom is het alleen maar in de binnenstad van Paramaribo. We gaan het ook niet verder. Ik doe thuis ook niet. Maar in de binnenstad van Paramaribo. En gelukkig zijn daar niet zoveel huizen met mensen met honden. En er zijn wel wat straathonden. Ik ben het met je eens. Het is heel lastig. Dus je zou het moeten beperken tot de binnenstad. En dan niet in woonwijken bijvoorbeeld. Is een weg, is weg, ja, is weggegooid geld. Ik ben het met je eens. Gaat niet anders doen. Het hangt ervan af hoeveel wij willen, hoeveel meter wij willen hebben. Een 50 meter is 15.000. Dus gaan we naar 10 meter, dan moet het veel minder zijn. Dankjewel, mevrouw of meneer, bishop, bishop. Dus als jullie het een leuk idee vinden, let me know. Tot en met 27 december.
kan het geld gestort worden onder vermelding van Pagara Estafette. Pagara Estafette. Ja, ik gebruik sowieso al, geef ik geld aan mensen die het nodig hebben. Dat doen we al, hè? Zonder meer. Maar dit is natuurlijk iets anders, iets speciaals, iets aparts. En u hoeft niet. Dus ik ben niemand aan het overtuigen om mee te doen. Maar dit is het voorstel dat ik heb gekregen. Het leek me wel leuk om mee te doen. En we kunnen ook voor 5 meter gaan. We kunnen ook voor 3 meter gaan. Hè? Dus als jullie het een leuk idee vinden, dan hoor ik het graag. En dan is het... ja, dat doe ik al vaak. Aan sociale doelen besteden. Als jullie niet kunnen, dan reageer. Ja, ik bedoel, ik gebruik heel vaak, vraag ik voor... maar dat weten jullie al, dus ik hoef dat niet eens te gaan verantwoorden. Persoonlijk vind ik het niet erg dat dit jaar reden... Vind ik niet dat er dit jaar reden tot is tot feesten. Oké. Ik denk dat je elke dag reden moet maken om te feesten. Weet je waarom? Elke dag op te staan, elke dag het licht weer te zien, vind ik al een reden tot een feestje. We sluiten een jaar af en we gaan een nieuwe jaar in, waarvan we hopen dat het veel beter zal gaan. Maar nogmaals, ik ben niemand aan het overtuigen. Dit is wat ik aan u voorleg. En als u het een goed idee vindt, joint u mij. Vindt u het niks, dan hoeft het ook helemaal niet. Even goede vrienden, toch? Dus, dat is de vraag die ik heb. Ik ga het zo meteen in het bovenstukje plaatsen. Dan weten we iedereen waar het over gaat. En dan gaan we kijken wie dat wel... leuk vindt. Ja, dus, let me know. Het geld is zo verdampt, dat is waar. True that. Dat kan ik alleen maar toegeven. Maar, voor mij is elke dag een feest. Want ik zal u vertellen, gisteren reed ik met Carmelita, we gingen naar oma toe. En ik kijk in mijn achteruitspiegel, voor van mij, komt er een brommer aangereden. Best wel hard. En hij rijdt verder. En ik kijk in mijn achteruitspiegel. En ik zie dat hij, dus hij was op de voorrangsweg, dat er een auto aankomt rijden vanuit de andere kant. En die stopte niet. Die brommer, die probeerde echt te remmen. Die knalde zo helaas tegen de auto aan. Dus ik zeg, dus ik zeg, wat is er? Want die had het niet gezien. Dus wij zijn teruggekeerd. Die man lag op de grond. We hebben hem geholpen. Hij leeft. Maar evengoed was het zo klaar. Dus voor mij, mensen, elke dag dat ik mijn ogen open doe, denk ik, thank you Lord Jesus. Another day has given to me and it's up to me how I spend my day. Doe ik aan het gossipen, doe ik uitschelden, doe ik lelijke dingen, mensen bedriegen, mensen voor de gek houden, manipuleren. Hè, doen alsof je lief bent, maar je bent helemaal niet lief. Elke dag is een gift, zo zie ik dat. En ik jok niet, het is... Ik sta erbij stil dat het zo afgelopen kan zijn. En soms denk ik van, ik woon alleen. Als ik bijvoorbeeld niet meer wakker word, is er niemand die iets ziet? Maar anyways, dat was het dus nogmaals. En we gaan het doen. Feest is ook super zonder vuurwerk. Net zoals feest ook super is zonder drank. En andere mensen vinden het wel. Die vinden het belangrijk om te drinken. Ik niet. Nou, je brok het even, je drinken. Prima, wil je niet drinken? Ook goed. Dus, nogmaals, dit is het voorstel. Ik vond het een leuk voorstel. Ik leg het bij jullie neer en gaan we kijken wie er ook mee in wil gaan. Die zeggen, ja, dat vinden we ook wel leuk om deel uit te maken van Pagara Fest Estafette. Bos alla hernons en spuru, goena nieuwjari. Ik vind het een leuk gebruik. Als jong meisje in opgroeide hier, kenden we dat niet. Dat was heel iets anders. Ik was best wel oud toen ik terugkwam en dit zag. Ik vond het leuk. Maar nogmaals, u bent geheel vrij. If you no money, you no money. If you no man, you no man. If you dit tegen, principieel, je dit tegen. Geen probleem, even goede vrienden. Dus ik hoop dat iedereen het weet waar het... Dankjewel Herman. Hi Claudia. Dus de vraag is, ik ben benaderd door Suri Vesta om te vragen of ik onderdeel wil uitmaken van Pagara Estafette. Dat betekent dat ik een stukje Pagara zelf moet kopen. En dan kan ik dus onderdeel zijn van de hele estafette in de stad, in de binnenstad van Paramaribo, let wel. Waardoor dus het geld gaan laten verdampen. En hopelijk één dagje
even alles achter ons kunnen laten en ons verheugen. Ja, dus dankjewel, dankjewel. De bakkers gaan allemaal wegrennen. Nou, ik hoor het graag. En Roberto, ik weet niet of iemand... Helia, zou jij even mijn rekeningnummer kunnen plaatsen? Maar wel onder mijn... Oh, je bent de Su? Oh, dan kan je het aan mij geven, zo persoonlijk, als je me een bericht stuurt. Iemand met zijn telefoonnummer voor me wil plaatsen, dan kan Roberto mij eventjes een appje sturen. Dus ik heb een Nederlands nummer, kan je me een app sturen. En dan kan ik met je afspreken. Het is pas de 27e december nodig, maar als ik het geld heb, kan ik een beetje zien van oké, we kopen 2 meter of we kopen 1 meter, snap je? Maar het is leuk om daar een onderdeel van te zijn. Ik vind het althans leuk. Joan zegt, je hebt die ambities. Welke ambities? Om Pagara af te schieten. Oké, Roberto. Als het goed is, staat mijn nummer. En anders kan iemand anders, Helia misschien, of Claudia, mijn telefoonnummer vermelden. Dus ik ben een Sue, dan doen we het samen. Oké. Dus. Want dan kan ik daar staan. Niet alleen, dan staan de mensen samen. Nou, Claudia, dus de vraag is. Surivesta heeft mij gebeld. Gloria, wil je onderdeel zijn van die Pagara Estafette? Ze hebben 5 influencers, want Mekarmi influencer. Minokarmi is influencer, ja, dat is Mekarmi influencer. Ze hebben 5 influencers benaderd. En alleen maar jonge mensen natuurlijk. Mina Moro Oruwang. Ik ben de oudste van de gang. Alle anderen zijn van TikTok en zo, weet je. En vind het toch wel lief dat hij mij benaderd heeft. En zeg, misschien wil je onderdeel uitmaken van die Pagara Estafette. Je koopt een x-aantal meter Pagara. En je gaat daar staan in die binnenstad en maakt deel uit van de Pagara Estafette. Dus, mensen die willen joinen, let me know. Gaat u overmaken. Zegt wel voor de Pagara Estafette, want dan weet ik precies hoeveel, hoe of wat. Dankjewel Herman alvast. Die dingen. Nu moet jij staan de verse bakroes klaar. Ja, we weten niet wat volgend jaar brengt. Ik kan nu lachen en misschien volgend jaar ben ik zwaar aan het huilen. You never know. Daarom every day, every day, every day is a gift. Be happy. Ondanks alle nonsens, be happy. Want you never know, you never know. Oké, dankjewel. Dat was even de vraag die ik heb neergelegd. Ik ben net klaar met een call met de andere... mensen die ook mee gaan doen. En we gaan het doen. Tenminste, al moet ik 1 meter daar staan, dat vind ik wel leuk. Ja, dan kan ik dit ook een beetje wegtikken. Nee, maar het lijkt me gewoon superleuk. Ja, het geld verdampt. Helemaal waar. Kan ik het aan sociale doelen geven? Helemaal waar. Doe ik dat ook? Jawel. Genoeg. Dus die ene dag zeg ik, even panagas. Pagara estafet. Yes! Thank you for watching and thank you for your reacties en zo. En we weten wat vandaag was. Er is er genoeg over gezegd. En ik ga er voor de rest niet over uitweiden. Alles is al gezegd wat er gezegd moet worden. Later!